Ajax, de nummer 2 van de Azerion Vrouwen Eredivisie. Tegen Heerenveen, de hekkensluiter. En dus Ajax, dat beter begint met Romee Leuchter. Die normaal gesproken wel raad weet met dit soort kansen. Nu een redding van Jasmijn Racing. Ajax in de openingsfase op zoek naar een vroege openingsgoal. Johannes op het middenveld. En natuurlijk spitsen in de verdediging. Spitsen zet maar eens aan. Hoekstra blijft rustig om Racing heen. Houdt ook nog eens het overzicht. En via Weerde komt die bal dan bij Leuchter. Deze laat ze niet liggen. 1-0 voor Ajax. In de 13e minuut. Goed gedaan door Hoekstra. Die hier heel rustig blijft. En Leuchter mag toch wel heel vrij inkoppen. Goed begin dus voor Ajax tegen Heerenveen. Dat normaal gesproken weinig tegendoelpunten krijgt. Maar dit is vlak na de 1-0. Wat een fout van Racing. En dan is het Daniek Noordman. Die in de basis begon in plaats van Sabayo. En zij krijgt deze bal echt cadeau van Racing. Wat een grote fout. En Ajax profiteert dankbaar. 2-0 dus al. Na 16 minuten voetbal. Heerenveen. Dat dus vaak leunt op die taaie verdediging. Nu leeft het weer in. Weer Leuchter. Nu laat Racing zich van de goede kant zien. Goede redding van de Heerenveenkeeper. De hoekschop blijft natuurlijk wel staan. En dan gaat Racing weer in de fout. Wisselt de goede momenten af met slechte momenten. En Leuchter binnen 18 minuten 3-0 voor Ajax. Wat een vervelend begin voor die doelvrouw van Heerenveen. Laat deze bal zomaar uit de handen glippen. En zo'n kans moet je Leuchter niet geven. 3-0. En dus kan je zeggen, pak het telraam er maar bij. Want dan gaat het misschien wel hard. Weerde. De hele eerste helft was zij een nachtmerrie voor de Heerenveen-verdediging. Leuchter! Binnenkant van de paal eruit. Geen hattrick in de eerste helft. Voor Romee Leuchter. Hier is ze er wel heel erg dichtbij. Heerenveen komt eigenlijk niet aan aanvallen toe. Noordman. Een hele goede wedstrijd speelde op het middenveld van Ajax. De bal kan nog worden weggehaald door Boermans. Maar dan is hier Johannes. Het supertalent van Ajax. Die wordt neergelegd. Door Alga. En dan krijgt Ajax een vrije trap. En geen strafschop. Maar uit de herhaling lijkt het toch wel heel erg alsof Johannes in het 16 meter gebied wordt getackeld. Geen penalty dus. En dus een ruststand van 3-0. En na rust doet Ajax het iets rustiger aan. Hoewel Hoekstra in de 60ste minuut een gigantische kans krijgt. En nog één. Maar ze laat ze allebei liggen. En dus blijft het bij 3-0 na een ruim uur voetbal. Leuchter die het overzicht houdt. Hoekstra van heel dichtbij. Eigenlijk recht op Racing af. En in de herkansing raakt ze hem al helemaal verkeerd. Het blijft 3-0. Het is dan al de 81ste minuut. Heerenveen verkoopt de huid een stuk duurder in de tweede helft. Veel wissels aan beide kanten, waaronder de Klonia bij Ajax. Zij probeert Leuchter te vinden, dat lukt niet. Via Noordman de bal bij Hoekstra. Die schiet hem heerlijk in de winkelhaak. Toch nog 4-0. In een tweede helft, waar Heerenveen vooral verdedigt, eigenlijk niet meer aan aanvallen doet. En Hoekstra, die net al op zoek was naar de goal, heeft hem nu eindelijk te pakken. Krijgt hem wel met een gelukje. Maar schiet hem dan wel heel vrij binnen. Heerenveen heeft in de tweede helft nog geen schot op goal. Maar daar is ineens Iris Tijema, de invalster. Normaal linksback, staat nu op rechtsbuiten. En trainer Hans Schrijver dolgelukkig met die 4-1. Hoekschop. En Tijema is gewoon het snelst. Wordt verdedigd door spitsen. Dat is toch niet de minste.
Maar Tijema brengt Heerenveen nog niet terug in de wedstrijd. Daarvoor is het verschil te groot. Maar in ieder geval een aansluitingstreffer. En dat is toch lekker voor Heerenveen, dat maar 7 keer heeft gescoord dit seizoen. Het wordt wel nog 5-1. Leuchter kopt hem hier op de uitgestoken arm van Turco. Daar inderdaad armen ver van het lichaam af. En dus een strafschop. Leuchter mag hem zelf niet nemen voor de hattrick. Sherida spitsen. En zij schiet hem binnen. Racing wel de goede hoek in. Maar is kansloos op deze poging van Sherida spitsen. 5-1 dus voor Ajax. Dat een aantal doelpunten cadeau kreeg van Heerenveen. Uiteindelijk dus 5-1 voor Ajax.